Ja, iedereen denk ik wel dat al weet wat de GDPR of de AVG wel is. Ja, het gaat over de transparantheid van de gegevens en anderzijds over de gegevensbescherming. En dat is soms iets wat al te vaak vergeten wordt. Toch zijn er een aantal concrete dingen dat je kunt doen uiteindelijk. Een belangrijk element bijvoorbeeld is onder andere een soort van analyse maken van de gegevens die dat je gebruikt in je bedrijf. Een tweede belangrijk element is een soort van risicoanalyse maken. Betekent van, ja, hoe kunnen die gegevens verdwijnen uit het bedrijf? Waar kunnen die onderschept worden? Hoe ga je die gegevens beschermen is natuurlijk een heel belangrijk element. Want veel mensen denken dan bijvoorbeeld aan versleuteling van hun gegevens. Maar daar stopt het niet bij. Als je bijvoorbeeld malware hebt, dan maakt dat gewoon gehackt van al die goede versleuteling. Dus dat betekent dat je op dat moment je ook dus gaat moeten beschermen met een degelijk security pakket. Een belangrijke leidraad bijvoorbeeld daarbovenop is bijvoorbeeld het 13-stappenplan dat je kan terugvinden op de Privacy Commissie website. GData is een Duits bedrijf en houdt zich vooral bijvoorbeeld ook aan de Duitse strenge privacywetgeving, die veel verder gaat dan de GDPR. Dus we kennen de zaak al heel goed. We weten hoe dat we met die gegevens moeten omgaan. We weten hoe dat we die gegevens moeten verwerken. Dus dat betekent dat je met onze producten al 100% zeker bent dat je compliant bent met de GDPR.